Welkom bij Product Update. Nummer 82. Nummer 82. Weg geweest van Blackpool, terug van eigenlijk het grootste GoGo-congres van Europa. Maar volgens mij bijna van de wereld, want volgens mij kan Fizzing niet eens tippen aan de jaarlijkse evenement. Ja, we hadden een mooie stand daar, waardoor we niet echt heel veel tijd hebben gehad om zelf rond te lopen om dingen te scoren. We hebben natuurlijk wel wat dingen gezien en wat dingen ook geregeld. En er zit al iets in deze update, niet veel, want alles wat we daar meenemen moeten we ook even oefenen om jullie te kunnen laten zien. Dus het komt in de komende updates of al eerder op onze website door de tijd heen. Het was erg gezellig. Vroeg en, ook. Wat zeg je? Vroeg ook. Ja, Leon was hier. Die is hier alles goed geregeld. Dus ik denk dat we gewoon maar moeten beginnen om te zien of we iets leuks hebben. Heb je iets eigenlijk liggen of moet ik beginnen? Ik heb wel wat leuks. Oké, dan ben ik benieuwd. Ik heb hier wat doosjes, René. Zo. Wat doosjes? Een heleboel doosjes. Ik heb allemaal leeg gemaakt in de week dat zijn naar Blackpool was. Wil ik je vragen om een setje doosjes te pakken? Wil ik weg? Ja. Oké. Dan mag jij een voorwerp in een van die twee doosjes doen. Oké. Ja. Ja? Ja. Dan mag je die twee doosjes door elkaar mixen. Dat is niet interessant, zijn maar twee doosjes. Maar okay. Dan pak ik er maar twee bij. Nog twee. En nog twee. Ja, dan mag je ze netjes neerleggen. Ja. Het is niet zo dat ik kan weten in welke doosje of hoe dat die zit. Nee, ja, als jij niet hebt gekeken kun je niet weten. Oké. Okay. Laat het op neer. Leg weer van de kant. Ja. Ja, daar zit hij ook niet in. Dat is wel goed bezig hier. Hoe kun je dat nou weten? Oh, maar we hebben niet gecheckt natuurlijk, maar oké. Zou je dit doosje op willen maken? Voor de duidelijkheid. Jullie denken dat we overal in mee gestopt hebben natuurlijk. Hè? Goed dan. Even voor de duidelijkheid, ik weet echt niet waar de ring is. Mag ik wel even bij zeggen, hè? Ja, natuurlijk. Maar je geeft mij de opdracht om iets ergens in te stoppen, zeg maar. Maar ik heb eigenlijk geen flauw idee. Oké. Okay. Ja, ik weet hoe het werkt hoor. Maar het is wel heel gaaf. En dit heet? Occultatum. 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 Waar staat er niet op, zie ik? Prijs bedoel je? Ja. 53,95. Ja, het is een slim systeem. Toch? Het is een slim systeem. Ja, die kunnen niet alleen. Ik heb niks afgekocht trouwens, dit was echt zoals het normaal gedaan wordt. Je kunt het ook met andere dingen doen. We doen het nou met doosjes, maar je kunt het ook met bierdopjes doen. Ja. Je kunt het met veeltjes doen. Ja. Je kunt het met best veel dingen doen. Deze doosjes geven ze erbij, zodat als je geen doosjes hebt. Dat je in ieder geval wat hebt om mee te beginnen. Dat is het idee. Dus het zijn geen speciale doosjes. Ze zijn wel een mooi doosje voor ontworpen. Maar ja, het is niet dat er iets speciaals aan deze doosje is waardoor je dit per se moet gebruiken. Maar het is wel handig dat het er bij is. Het zijn ook wel handige doosjes om te gebruiken. Maar inderdaad, je kan allerlei voorwerpen doen. Hè? En je kan in principe met 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tot weet ik hoeveel doosjes of voorwerpen. Ja, ben je wel langer bezig. Ja, tof. Geen magnetendraadje, gekke dingen, niks extra's, geen verstopte dingen. Geen pikaring. Nee, daarom het is echt gewoon, je voelt nu, maar je zou niet eens hoeven voelen. Je zou ook kunnen zeggen, ik concentreer me, daar is hem niet, dat is hem niet. Ja, ik vind het tof. Van Manny Lindenveld, hè? Ja.
de maker van True. En Oxbender. Oxbender, ja, dat zijn wel goede dingetjes heeft hij. Ja, en ze noemt het psychologisch systeem. En dat is eigenlijk omdat het, ja, het klopt ook wel, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind het mooi. Occultatum, of Occultatum, net hoe je het noemt, Nederlands-Engels. Mooi. Ja. Hey, ik heb hier een stuk touw. Nou, heb je wel vaker gezien waarschijnlijk. En daar kun je een knoop in maken. Kijk, knoop. Oh, dit noemen ze een square knot, oftewel een vierkante knoop. En een square knot is een platte knoop, zeg maar. Die heeft te veel te wegen. Beetje vreemd. Het grappige is, die kun je er ook zeg maar zo afhalen, zie je. En dan heb je een touw. Met een, het is echt gewoon, massief. Ja, dat was hem. Dan kunnen we ook terug eraan? Nee. Kan terug? Ja, je kan eraan rijden. Ja, dat kan. Dit is de Square Knot. Ja, meer kan ik niet over vertellen. €35. Super gemakkelijk te doen. Compleet met Nederlandse instructies, Engelse instructies. Exclusief bij Dynamite Magic Shop. Dus dat is de Square Knot. Hey, en ook je toch even zet. Gisteren kwam een hele grote doos binnen. En daar hebben we heel lang op gewacht. En met mij heel veel mensen. Want wat zat daarin? Daar zat in. We hebben hem ooit behandeld in product update nummer 51. Dus check even terug voor meer informatie. De Ultimate Control BT. Nou, die Ultimate Control verkopen we al langer. Nou ja, verkochten we al langer. Maar op het moment dat we ingestapt zijn, was er een soort van tijdelijke afstandsbediening. Omdat ze een nieuwe aan het ontwerpen waren die helemaal top was. Nou, nu zie je. Eindelijk. Nu is je er. Dus als jij bij ons nog de tijdelijke afstandsbediening gekocht hebt, neem contact met ons op. Want we hebben dan voor jou ook de vervanging hier liggen. Ja, ik ga het niet helemaal opnieuw uitleggen, maar het is een systeem. Ik zal de afstandsbediening laten zien. Je krijgt alle dingen bij ontvangers ook voor je muziek. Allemaal extraatjes. Oplaadkabel. Dit is de nieuwe afstandsbediening. Nou, die is gewoon veel beter. Je kan door je zak heen kun je voelen, eventueel. Wat is er allemaal knoppen? Hier zit ook een stopknop. Er zit ook echt een vierkantje op. Dus dat voel je ook in je zak. Of door je zak heen. Dat het de stopknop is. Je hebt een playknop. Je hebt een vooruitspoelknop. Maar die kan ook volgende nummer aangeven. Je hebt een vederknop. Je hebt overal dingetjes voor. Het is een soort siliconen is het. Het is allemaal oplaadbaar. Je kan het aan je riem bevestigen. Ja, je kan aan je riem bevestigen. Het is echt super gaaf gemaakt. Ja, check even update 51 voor de complete uitleg, want dat is in principe hetzelfde gebleven. Dit is de afstandsbediening die nu helemaal klaar is. Nou, uiteraard is dit te koop. Ja, het is te koop. Deze set, zoals je hem hier ziet, met de app die je kunt downloaden, kost €349. De app is overigens gratis, tenzij je besluit om voor de professionele versie te gaan met nog veel meer mogelijkheden, maar het is echt niet nodig om er gewoon te werken. Dan betaal je volgens mij $5,50 per maand of zoiets. Dit is de gewone versie, €349. De ultieme manier om je eigen muziek te sturen. Je kan hem uitbreiden. Voor €175 extra heb je dit erbij. Wat is dit? Dit is een tablet. Een Android tablet overigens. Dit kan gewoon met je Android telefoon. Als je een Android telefoon hebt kun je die koppelen. Alleen je moet even kijken dat als je dit aan je telefoon koppelt en je hebt je telefoon aanzetten. En je telefoon gaat over tijdens je optreden, dat je niet dat soort dingen gaat mengen in je optreden. Dat je telefoon overgaat over je speakers en dat soort dingen. Nee, dat was wel leuk. Dus het is niet verkeerd om daar een extra dingetje voor te hebben. Nou, dit is compleet een tablet met alles erbij wat je nodig hebt. Oplaadspullen, siliconen hoes ook eromheen. Alles loopt nog. Kijk, goed te zien. Dus dat is dan nog beter. Die optie is er dus ook. Dan heb je een complete speciale Ultimate Control tablet. En kun je er ook bij aanschaffen en heb je voor de prijs van €525. Dus nogmaals, check even product update nummer 51. Ik zal de link daar naartoe ook even onderaan deze video zetten. Dus dan hoef je niet te zoeken. Versie zonder tablet. €349. Compleet met tablet €525. Nou, we hebben echt toen heel veel verkocht. Want het is een ideaal systeem. Wil je een demo zien? Dat kan ook. Kom naar onze winkel en we laten jou exact zien hoe dit in zijn werk gaat. Heel cool. Heel cool. Ultimate Control BT. Zo, dat hebben we ook gehad. Zo, kaartspel. Ik heb hier iets in zitten, ik kom er dadelijk op terug. Nee. Zo.
Ik heb hier een spel kaarten. Dan mag René ergens stoppen. Zijn het allemaal verschillende kaarten? Dank het wel. Ja, even voor de safe. Oh ja, ja, het is normaal spel. Ja, even checken, je weet nooit meer goed klaar. Zou je ergens stoppen? Dan zeg je René. Ergens stoppen. Goed zo. Dus niet deze kaart, want die heb je gezien. Deze mag je even bekijken. Dan mag je hem terug doen in het spel. Of laat hem maar, doe hem even onder de mat. Op de mat mag ook? Ja, op de mat mag ook. Doe deze even weg. Dan heb ik hier een super deluxe dingetje. En dan kun je eventueel een kaart inschuiven. Zoals je kunt zien. Ik heb het laatst kan doen, er zit een inkapping erin, dat is makkelijker. Dat is over nagedacht. Maar zoals je kunt zien. Doe die van die kant op voor de camera, is makkelijker, dat is beter. Ja. Er zitten hier alle 52 kaarten in geprogrammeerd. Jokers weet ik niet. Maar als het goed is, gaan ze jouw kaart zoeken, René. Was jouw kaart? De ruite vrouw. Ja. Nice. Oh, gaaf hoor. Heel gaaf. En dit is, ik heb hier op de grond liggen, zie ik. Zebra. Zebra code. Nou, ja, zebra code. Goed, hoor. Dus je kan hem echt belachelijk. Dus dat is heel cool. Dus stel ervoor dat ik de, weet ik veel. Stel voor je zou de schoppen 4 pakken of zo. Ja. Hè? Zou het dan ook kunnen? Stel ik had schoppen 4 gepakt? Ja. Ja? Dan wat? Nou, zou dat ook kunnen dan? Echt? Oh ja. Zitten chips in of zo dan? Nou, je kan hier, wij weten hoe het werkt, we zitten hier een beetje te stangen. Om het net woord te gebruiken. Ja, dit is Zebra Code Stage Version. Nog nergens krijgen eigenlijk, Blackpool werd geïntroduceerd. Er staat wel een hele kleine uitvoering. Het filmpje op onze website laat de kleine uitvoering zien. Dit is de grote. En de grote uitvoering kan 4 kaarten produceren. Dus we hebben nu 2 laten zien, je kan er 4 verschillende. Dat kan achter elkaar. Maar je kan ook zeggen, ik doe voor de ene tafel, doe ik de... Laat ik een schop 4 verschijnen. Bij de andere was het een ruiten vrouw. Bij de volgende een harte 6, ik noem maar iets. Dan kun je het ook allemaal afwisselen. Heel cool gemaakt van Astor. Nou, Astor maakt echt geen rommel. Het is allemaal super degelijk gemaakt. Hè? Dat zijn we van hem gewend. En gemakkelijk. Super gemakkelijk. Inclusief complete gebruiksaanwijzing in het Engels. Met je mooie frame. Kost de Zebra Code Stage uitvoering €99. Ja, ik vind het heel cool. Het visuele effect vind ik echt gaaf. Dat je echt zeg maar... Ik zie het nu, daar zijn aan het scherm, dat de kaarten voorbij lijken te draaien. Alsof er een soort van, weet je wel, daar komt de kaart. En het wordt... Zullen we ook even vertellen welke kaarten dat het zijn? Ja, dat kan. De schoppen 4, de harte 6, klaverkoning, ruitervrouw. Dat zijn de mogelijkheden die je hebt dus. Ja, heel cool. Echt heel cool. Zebra code. En het kost? Het kost €99, had ik al gezegd. Er zit geen sticker op, want het is zo nieuw dat we nog... Het moet ook bij onze schappen in. Het ligt allemaal bij de allernieuwe spullen. Ik ben er nog gekomen, maar de rest is er nog niks mee gedaan. Dan nog een hele grappige. Ik heb hier een spelling. Ik zet hem zo neer. En 1 spel kaarten. Oh, wacht. Laat ik een beetje dicht. 52 kaarten, zonder jokers. Noem een getal tussen 1 en 52. Dus dat maakt niet uit, hoog, laag of... Nee. Doe maar 30. 30, ja. Ja. Zou jij 30 kaarten invreemd willen aftellen en dan gaan we op zoek naar de 30ste kaart? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30ste kaart, dat gaat opzij dat we niet kunnen wisselen. Ja. Oké, okay. Eerlijk hè? Ja, je hebt zelf gedeeld. Op deze manier. Had je een lage kaart gehad, had je misschien maar 1, 2, 3, 4 kaarten gedeeld. Had je 15, 25 kaarten gehad, had je 1, 2, 3, 4 enzovoort. Heel veel kaarten, ook wel netjes, kaarten kunnen delen. Volledig vrije keuze van getal, toch? Dus als je 35 had gezegd, had je een andere kaart gehad dan 15 of 8 of wat dan ook, toch? Heb je enig idee welke kaart je gekozen hebt? Nee. Ik ook niet. Check even. Oh, dus benieuwd deze kaart ook nog. Schop 8, oké. Er ligt ook een voorspelling. Zou je die voorspelling even willen bekijken?
Mooie truc. Schop 8. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal dezelfde kaarten. Ik heb een beetje gek gehouden. Een hele makkelijke truc. Alleen. Zijn het echt allemaal dezelfde kaarten, maar dan wel. Compleet. Lit. Mooi. Ja, dat is mooi, hè? Dit is. Scandal. Bij Adrian Vega. Heel tof effect. Ik ruim het even netjes op. Zo. Heel tof effect. Uitgevoerd door Murphy's Magic, uiteraard. Quanta costa 31,50 kost die. Compleet met je kaartspel en online instructie. Super gemakkelijk te doen. Super sterk effect. Dus eigenlijk een kaart en any number. Dat is eigenlijk wat het is. Dus niet any kaart, want ze mogen niet de kaart kiezen, maar ze noemen een nummer. En de kaart die jij wil, of die jij hebt voorspeld, die ligt daar. Voorspelling is niets meer, niks meer geschwitst. Je hebt het kunnen zien. Je kan ook zeggen, t-shirt open met daarop. Schoppen 8 of een mobiele telefoon. Je hebt al van tevoren een berichtje gestuurd. Of wat dan ook, schoppen 8. Ik vind het mooi. Ja, ik vind het ook zeer tof. Ja, wat moet er meer over vertellen? Makkelijk te doen, compleet. Dus niks knutselen. En makkelijk. Nou, wat willen we nog meer? Toch? 31,50. Scandal. Hebben wij nog iets, Leon? Jazeker, ik heb hier een mooi doosje. Een eindeloos verhaal. En nog een mooi doosje. Ja, eindelijk. Volgens mij hebben die wel een keer laten zien, of niet? Nou ja, we gaan de truc ook niet doen verder. Maar het zijn de 2-inch Professional Manipulation Balls bij Bond Lee. Jij mag wel openmaken hoor, maar we hoeven niet de truc te laten zien. Wat zijn manipulatieballen? Ja, wat doe je met manipulatieballen? Manipuleren. En deze ballen, ja, we hadden eerst, die hebben we nog steeds trouwens, de 1,7 inch versie. Die hadden we. Dat is met het uitrekenen hoeveel het ongeveer is. Kijk, dit is een 5 centimeter. De andere zeggen 4,5 centimeter, ongeveer iets kleiner. Maar deze ballen hebben nog meer grip. Ze plakken niet, maar ze plakken wel onderhand aan die handen. Ze zitten, zijn echt heel stroef. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Oh, een stuk. Ja, een stuk. Er zitten allemaal losse dingen bij. Ja, zo niet meer. Ja, dat maakt niet uit. Maar misschien kan niemand ze gebruiken. Wel mooi, ja. Ja. Ja, je krijgt 4 ballen. Nou ja, en zo te zien ook 2 halve. Misschien kan je het gebruiken in Act, geen idee. Ja, wat kunnen we meer over? En je krijgt ook een video-instructies erbij, online video-instructies met allerlei ideeën en routines. Ja, maar deze moet je voeden, man. Dat is echt gewoon super grip. Ik ben geen manipulator, zeg maar. Je hebt een super grip. In een mooi doosje. Ja, dat kan echt niet gebeuren dat ze wegvloepen. Nee, dat ze plakken echt bijna aan je handen. Dus naast de 1,7 inch, €75 per set. En heel veel kleuren hebben nu ook de 2 inch. Enkele rood en wit. De kleinere versie overigens kost €75, €74,95. Dit is de grote €95. Maar dan heb je ook wel iets heel professioneels. Van Bond Lee Magiclasm, de Professional Manipulation Balls. 5 centimeter. Ja, ja, en als je niet genoeg aan die video hebt, we hebben volgens mij ook een DVD van Bond Lee, hè? Ja. Met balletjes. Ja. Hebben we nog iets, Leon? Ja, mooie boeken. Volgens mij hebben we het. Hebben we nog? Ja? Hebben we nog 1 minuut? Ik heb nog een truc. Ja. Ik heb nog een 1 minuut truc. Een 1 minuut truc. Zal ik laten zien? 1 minuut truc. krijg je allemaal kaarten. Dat is een 1 minuut truc. Ik zal laten zien waarom. Noem een kaart, willekeurig. Schoppen 5. Zo, als je dat niet kan zien. Schoppen 5. Ja, dat is duidelijk, hè? Schoppen 5, oké. Je hebt deze kaart gekozen. Ik zei, hoe heet deze truc ook weer? De 1 minuut truc. Ja, precies. Dit zijn allemaal kaarten, ik zal het zien. Met allemaal tijden erop, zie je. Allemaal verschillende tijden erop. Dus niet bijvoorbeeld 1 minuut of zoiets erop. Allemaal verschillende tijden, zie je. En dat is grappig, hè? Je had weer alles kunnen pakken. Ja, maar dat is zeker de 1 minuut truc. Is de 1 minuut truc, precies. Kijk, als je had je 8 gepakt, had je dit gehad. Had je schoppen 6 gehad, had je dit gehad, had je ruiten 4 enzovoort. Allemaal, zeg maar, verschillende tijden had jij kunnen pakken. Maar dat heb je niet gedaan, want jij pakte de schoppen 5, toch?
Enig idee welke tijd erachterop staat? Ik gok 1 minuut. 1 minuut. Dat is de 1 minuut truc. Dat is wel leuk. Ja, leuk hè. Hij heet niet de 1 minuut truc, maar hij heet Just in Time. Van Astor Magic. Nou, hij heeft vanmorgen versnelling gestudeerd. Hij kan beter, maar voor het idee was hij volgens mij prima, toch? Ja. Just in Time bij Astor. Compleet met een instructie-DVD en je spelkaarten. voor de prijs van €29,95. Ook heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Daarbij, ja. Zijn we volgens mij echt aan het einde gekomen van deze update. Toch? Mm-hmm. We hebben er niet meer. Ik zou zeggen, hebben we nog iets wat, hebben we nog iets nieuws? Nee, we gaan naar de Giga Gokkeldag. Ja, Giga Gokkeldag komt eraan op zondag 11 maart. En 12 maart. Lezing. Een lezing, Gregory Wilson. Daarvoor zijn er plaatsen. Maar let op, we hebben hier beperkte ruimte, dus er kunnen niet meer heel veel mensen bij. Overigens hebben we nog twee namen genoemd. Oh help. Rich Marotta komt ook naar ons toe. Ik weet, volgens mij hebben we een hoofd 24 juni, maar hou even de website in de gaten, want zodra we tijd hebben, gaan we dat even compleet publiceren. En we hebben nog eentje bij, 5 mei. Woody Aragon. Bevrijdingszak. Ja, bevrijdingszak van Woody Aragon. Ook heel goed, heel mooi Spaanse goochelaar. Komt hier ook een lezing geven. Maar al die info komt op de website, op Facebook. Dat is allemaal net bevestigd, dus daar moeten we nog gaan uitwerken. Ja, voor de rest zijn we er. Ja. Dacht ik. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.